Sire, mevrouw, meneer de voorzitter van de Kamer, meneer de voorzitter van de Europese Raad, dames en heren vice-eerste ministers, waarde collega's en beste genodigden. Het bezoek van het vorstenpaar aan het federale parlement is altijd een feestelijke gebeurtenis. En zeker vandaag stemt uw aanwezigheid ons tot vreugde, omdat we samen uw beide borstbeelden zullen onthullen ter ere van uw 20 jaar koningschap. Maar tegelijkertijd is deze ontmoeting getekend door een bijzondere emotie, omdat ons samen zijn hier ook in het teken staat van uw nakende troonsafstand en we beseffen dat de geschiedenis wordt geschreven. De traditie wil dat de Senaat het koningspaar een borstbeeld aanbiedt en de Kamer van Volksvertegenwoordigers een portret. En dit gebruik is zo oud als het Koninkrijk België en het is tot nu toe 5 maal gehonoreerd, dat wil zeggen, voor elk koningspaar dat u, sire mevrouw, is voorafgegaan. En ik verwijs naar het beeld van onze eerste koning en eerste koningin die in het halfrond staan. De andere beelden staan hiernaast, we zullen ze straks bezoeken. De beelden zij aan zij in het Paleis der Natie verzinnen beelden doorheen de tijd de twee-eenheid van ons staatsbestel. We leven in een constitutionele monarchie en een parlementaire democratie. Uw borstbeelden en die van uw voorgangers staan symbool voor de verbondenheid van de Belgische democratie en het vorstenhuis. Met deze plechtigheid willen wij dan ook onze erkentelijkheid uitdrukken voor uw 20 jaar koningschap. We eren daarmee niet alleen de functie, maar ook uw beider persoon. Sire, lors de l'annonce de votre abdication, vous avez déclaré que tout au long de votre règne, une conviction profonde a toujours guidé votre conception de la fonction royale. Le rôle du roi des Belges et sa légitimité, et je vous cite, est de se mettre au service de la démocratie et de ses concitoyens. Avec les collègues ici réunis, je tiens à souligner vos mérites exceptionnels en tant que roi. Vous avez connu pendant ces 20 années de règne des changements profonds dans la structure de notre État, mais aussi dans la société tout entière. Jamais les réformes ne vous ont effrayé, bien au contraire, vous les avez anticipées et accompagnées avec toute la finesse liée à votre sens politique, sans jamais perdre de vue les impératifs de votre fonction. La fonction royale est une fonction d'une extrême complexité, aussi particulièrement en Belgique. Elle consiste à rechercher constamment l'unité dans la diversité. Dans notre société, toujours davantage plurielle, riche de 3 communautés culturelles, confrontée à une internationalisation et une fragmentation croissante, vous êtes le symbole de l'unité, de la solidarité et du dévouement envers la population. En effet, chez nous, sire, permettez-moi de vous citer, la monarchie est à la fois un symbole, mais aussi un acteur de l'unité nationale. D'ailleurs, fédérer signifie aussi unir, et unir est une des tâches de la monarchie belge. Fin de citation. In zaken staatshervorming heeft u er steeds op gewezen dat naar evenwichten moet worden gestreefd, die leiden tot een grotere verantwoordelijkheid voor de deelgebieden, onontbeerlijke solidariteit en een efficiënte federale overheid met voldoende middelen voor de bevoegdheden die de hare blijven, zodat ons land de uitdagingen van de toekomst beter kan aangaan. Tijdens de laatste moeilijke regeringsvorming heeft u de rol van verzoener opnieuw opgenomen. U was het aanspreekpunt waaraan politici in alle vrijheid hun gedachten konden toevertrouwen in de wetenschap dat het geheim van het beraad er veilig is. En als hoofd van de natie hoort de koning een aantal op het eerste zicht tegenstrijdige eigenschappen in de regels van de parlementaire democratie in te bedden. Empathie en afstandelijkheid. Betrokkenheid en neutraliteit. Doorheen uw koningschap heeft u de vinger aan de pols gehouden van wat er onder de mensen leeft. Samen met de koningin heeft u meegeleefd met het wel en wee van de bevolking. Sire, madame, ensemble, vous incarnez en quelque sorte le visage humain de l'État, en particulier lors d'événements tragiques qui ont bouleversé la population. Et nous nous rappelons de l'accident de Carassière, ou avant cela le drame des enfants disparus et maltraités. Vous n'avez pas hésité
à offrir une épaule consolatrice aux victimes et à leurs proches. Et vous avez rappelé avec insistance les autorités à leurs devoirs et à leurs responsabilités. De même, lors de désastres économiques, comme des pertes massives d'emplois, vous vous êtes aussi toujours préoccupé des travailleurs dont le gagne-pain était en péril. Cette attention que vous avez toujours accordée à chacun explique aussi le soutien de la population pour la fonction que vous exercez. Vous avez pris soin de mettre l'accent sur certaines évolutions nouvelles ou sur des problèmes de société qui risquaient de passer inaperçus dans la politique quotidienne, comme la problématique de la pauvreté, la lutte contre la traite des êtres humains, l'importance de s'instruire et de connaître les langues, l'ouverture aux cultures et sur le monde, etc. Mevrouw, ook u wens ze wij in deze hulde te betrekken. U bent de koning bij de uitoefening van zijn taak altijd tot steun en toeverlaat geweest. Met de stichting Koningin Paola geeft u organisaties een duwtje in de rug die jongeren helpen te reïntegreren in de maatschappij. Met uw aanwezigheid en gastvrijheid heeft u bovendien tal van landgenoten ondersteund die zich inzetten voor vrede en solidariteit. En ik denk bijvoorbeeld aan de hulde en de erkenning voor de vredesvrouw niet zo lang geleden, ook in dit halfrond. Niet te vergeten is uw bijzondere belangstelling voor esthetiek. Met name het Belgisch patrimonium, de ambachten en de hedendaagse kunst. Voor die laatste heeft u de deuren van het Koninklijk Paleis breed opengezet. Sire, mevrouw, we zijn vandaag op een keerpunt gekomen. Niet alleen in uw leven, maar ook in de geschiedenis van ons land. Op 21 juli geeft u de fakkel door aan uw zoon, kroonprins Filip. Mogen de traditie die wij hier vandaag gestand doen, ook in de toekomst gekoesterd worden, zodat op een dag uw zoon en zijn echtgenote hier dezelfde eer te beurt vallen als degene die wij u nu betuigen. Le président de la Chambre des représentants, monsieur André Flao, et moi-même, tenons au nom du Parlement fédéral de tous les collègues ici présents à vous exprimer une nouvelle fois notre profond respect et notre gratitude pour la manière dont vous avez exercé vos fonctions ces 20 dernières années à la proue de la nation. Vous avez consacré une grande partie de votre vie au service de notre pays et de sa population. Mes collègues et moi-même tenons à nous associer à l'hommage chaleureux et unanime de la nation. Sire, madame.